Hopen goed je kijkt, Dario van Niet Sterk. Ik kom net terug, een uurtje geleden, van de zwaarste training van de week. De zaterdagochtend spar sessie. Dus, mijn energielevel is een beetje laag. Maar hè, ik moet morgen, zondag moet ik altijd uploaden. Dus ik wil deze video wel even maken. Andere video dan normaal. Het is een beetje een rant, wat ik zo meteen ga hebben over steroïden. Over performance enhancing drugs. Naddies, fake naddies, enzovoort, enzovoort. En dat is back in the old days. Voor ik over begin. We hebben voor Ruben 9 november nou een datum voor zijn tweede DEXA-scan. Dus dan gaan we Rubens lichaamsvetpercentage opmeten. Voor de mensen die niet weten, Ruben is nou een droogtrainer. We proberen een mooi resultaat neer te zetten. Waarschijnlijk gaan we in die week, dus 9 november is op een dinsdag. Maar we gaan misschien dat weekend, of als we nog niet helemaal tevreden zijn, ligt een beetje aan Ruben zelf. Als hij, hoe zelfkritisch die is. Die week daarna gaan we de echte transformatie filmen. Dus dan peak week, alsof het een bodybuilder wedstrijd zou zijn. Natuurlijk niet zo droog, maar goed. Dus dat is die update. Twee hele leuke video's waar ik super veel zin in heb om te laten zien. Maar dan heb je dus over mid-november voor die video's. Dat, update. Nog steeds mijn telefoon. Ik kan... Volgende week ga ik naar Italië. Samen met mijn vriendin en met mijn moeder. Naar het huis van mijn vader in Zuid-Italië. Dus daar kan ik ook een vlog of twee zelfs maken, want ik ben er meer dan een week. Laat in de comments weten of je dat wil. Gaan we nou beginnen over de video's. In mijn hoogtepunt tijd van Hyperstatic, toen de views nog meer dan 10.000 waren per video, hè? De prachtige tijden met Beekje, was ik een beetje in Nederland degene die de fake naddies uitkalde van... Of iemand, naddy of niet is, naddy or not. Nee. Dat je er niet meer over moet liggen enzovoort. De Jacco de Bruintjes, de Sergi Constans, al die gasten, Simeon Panda. Daar hebben we het over 2016 ongeveer. Nou is, moet ik zeggen, de fitness community is wel echt een stuk eerlijker geworden. En dat is beter, naar mijn mening. Weet je? Dus er wordt veel minder gelogen. Je hebt nog een paar zo'n Michael Hearn. Je hebt er nog een paar die zullen het blijven doen. Maar dat maakt niet uit. De meeste mensen weten nou ook wel van, oké, dat kan natuurlijk niet. Maar wat er wel bij komt, is dat steroïdengebruik wel steeds normaler wordt. Hè? TRT, dat je gewoon als je 25 bent en je hebt een beetje je limiet gehaald, dan ga je maar een TRT-sessie beginnen. Dat is steeds normaler aan het worden, toch? En daar wil ik het een beetje vandaag over hebben. Sowieso een beetje het probleem met bodybuilden, naturel fitness enzovoort enzovoort, waar veel gasten tegenaan lopen. Want ik ben nou 26, ben ingeschreven bij Fit for Free toen ik 13 was, dus dat is 13 jaar geleden. Natuurlijk heb ik niet alle jaren goed getraind. Ik heb ook een heel jaar alleen maar kickbox gedaan, waar ik gewoon nul fitness deed. Dat was mijn minst gespierde fysiek, denk ik, sinds mijn 18e of zo. Maar een beetje die gasten die rond mijn leeftijd komen, die 10 jaar trainen, constant trainen, heel goed trainen. En dan ben je misschien nog helemaal niet op je limiet. Ik zit nou niet op mijn limiet, want ik doe ook niet efficiënt echt bodybuilden. Hè. Ik zou misschien nog een paar kilo gespierder kunnen zijn. Maar dan loop je versneld tegen het probleem al. What's next? Weet je, oké, stel ik zou nou 4 jaar geven om alle gespierd van me te kunnen zijn. Ik zou misschien 3-4 kilo aankomen. Echt contractile tissue, lean, hè. Ik zou rond 100 kilo wegen. En dan wat? Snap je? Het probleem met fitnessen en als je alleen bodybuilding doet, naturel, is er is een cap op een gegeven moment. Helemaal als je ouder wordt, hè, na 30ste, 40ste. Er is niet veel meer daarna. En als je naar YouTubers kijkt, kijk, ik was al best wel snel burnt out van de hele YouTube en de hele fitness. Hè? Dat was 5 jaar geleden. Nou heb ik weer opgehakt, vind het meer als een hobby. Ik heb mezelf mijn baan. Wie weet dat het ooit nog weer iets start, maar hè, ik doe daar ook gelukkig daarnaast BJJ. Want stel, ik zou dus al die jaren nou heel goed doorwerken hetgeen, dan zou ik denk ik wel ongeveer op mijn limiet zijn, mijn genetic potential. Het probleem is als je een content creator bent, en dan zie je dus ook dat heel veel YouTubers, nou Christian Guzman, Marijn had een tijdje gedaan, is nou wel gestopt volgens mij. Er zijn er nog zoveel. Op een gegeven moment als je naturel bent en jij wilt aan jouw kijkers, je kan aan jouw kijkers niet meer het verschil laten zien. Je bent al op je max of ongeveer op je max. Dus tuurlijk, je kan misschien nog een jaar helemaal op je best trainen bij een kilootje zwaarder. Maar dat haakt af en je voelt zo'n erge druk. Kijk, ik ben een niemand, ik ben nobody. 1000, 2000 views. Maar als YouTube jouw inkomen is, jouw enige baan is, dan staat er zoveel druk op jou, al helemaal met fitness, om hoe jij eruit ziet. En oh shit, ik moet weer iets bedenken om de viewers te entertainen. En
hè, dan heb je al de zesde keer de video gemaakt van, oh, hoe word je zo gespierd mogelijk? Of dit zijn mijn maaltijden. Kijk, ik loop daar ook tegenaan en ik maak fucking één video per twee fucking weken. Laat staan als je elke dag uploadt. En dat je elke dag naar de fucking algoritme moet kijken van, oh shit, oh, deze video doet slecht, deze doet goed. Deze maand kan ik die huur niet betalen, want de video's doen slecht. Bij wijze van spreken. Dus dat is een probleem. Kijk, of je moet een heel interessant karakter hebben, persoonlijkheid, waardoor mensen blijven kijken. Of als het alleen over fitnesscontent gaat. Er zijn er weinig die het echt interessant kunnen houden dat je jaren blijft kijken. Dus wat je veel ziet is dat mensen naturel, en dan zoals Christian Guzman, die trouwens niet zegt dat hij het doet, maar die gaan dan cyclen. En dat begint dan vaak met een TRT-cycle. Maar het probleem is, als jij stel je hebt een low-dose TRT-cycle, dat is nog niet zo erg, hè? Nee, ik zou het je niet aanraden als je in de 20 bent of ook niet in de 30. Maar goed, je moet allemaal zelf weten. Dan ga je ook na een jaar, na twee jaar, ga je een cap halen. Dus dan ben je ook weer op jullie. Tuurlijk, je hebt even een jaar, twee jaar groei. Maar dan moet je of de dosis omhoog gooien, of je moet meer gaan gebruiken. Dat is naar mijn mening sowieso het hele probleem bodybuilding. Dus uiteindelijk, je moet of steeds meer shit gebruiken, of jij blijft, weet je, er verandert niks in je fysiek. En omdat de YouTube fitnesswereld nu op een tijd, ik denk dat als je naar de OG's kijkt, als ik mezelf in Nederland een OG mag noemen, 6 jaar. Maar er zijn natuurlijk, die ik keek vroeger, nou bijvoorbeeld Guzman is echt een OG. Hoe heet hij nou, Chris Jones, van Physical Greatness was die gast. Scott Herman Fitness, al die gasten. Weet je, dat is allemaal 10 jaar geleden. Die zijn al zo lang op hetzelfde niveau, omdat die al zo lang trainen. En dat merk je nou heel erg met YouTube, is dat er gewoon een dilemma is voor content creators. Dus dan moet je maar aan de saus gaan. Mijn oplossing daarvoor... Oh, daar heeft een oplossing. Hij is niet alleen... Ja, wacht even goed. Sorry. Wat dacht jij dan? Dat ik alleen maar aan het renten was zonder oplossing. Mijn oplossing is... Doe krachttraining, want krachttrainen, tot een zekere hoogte. Dat extreem bodybuilding niet, maar is gewoon heel goed voor je. Potdichtheid, weet je wel? Sterkere gewrichten, spieren. Allemaal op latere leeftijd, dat zeker. En natuurlijk er goed uitzien. Op het algemeen, als je jonger bent en je bent wat gespierder, vinden vrouwen mooier. Of niet, schat? Moet je net voor de vrouwen doen? Of je moet alleen voor de vrouwen doen. Alleen voor de vrouwen doen, niet voor jezelf. maar wat mijn oplossing is doe een sport ernaast waarbij je direct baat hebt bij die kracht. Dus ik doe Braziliaans Jiu-Jitsu nou voornamelijk. En mijn maak kickbox heb ik even een beetje op een hold. Want ik vind het gewoon niet zo leuk om klappen te krijgen. Gewoon, mijn hersenen zijn me veel waard. Maar dat kan je natuurlijk ook. Maar vechtsport vind ik... Ik denk sowieso in de aankomende jaren... Hier hoort het eerst. Fitness en BJJ, Braziliaans Jiu-Jitsu, gaat echt booming worden. Ook in Nederland. In Nederland is altijd langzaam. Het komt al jaren op. Weet je, maar binnen een paar jaar... Dat wordt echt een gouden kom. Dat weet ik nu al, is zo. Maar er zijn natuurlijk andere sporten die je kan doen, maar bij krachttraining. Hè? Als je denkt aan fysieke, veel mensen doen klimmen, boulderen. Die gasten hebben ook wel fysieke grip strength. Natuurlijk wel beenkracht, misschien wat minder. Hoe heet zo iemand die over daken moet springen en zo? Parcours. Ja, misschien moeten die lekker. Die moeten snel over daken heen. Die moeten, of militairen of zo. Die moeten zo'n parcours snel doen. Maar wij willen hier grote leds. Willen bodybuilders zijn. Ja, gespierd worden. Dat is geen goede advies, broer. Wordt niet naturel. Ik kan me ook wel voorstellen als je heel zwaar bent, dat het ook niet handig is. Maar goed, die gasten zijn vast wel sterk als je zo'n dik zijn bulk fysiek als ik heb. Dan ga je niet klimmen. Maar goed, ik zeg maar wat. Hè? BJ lijkt me een goede om te starten. Maar dat is natuurlijk omdat mijn passie ook is. Maar ik denk dat dat sowieso de shift gaat worden. Hè? Dus die combinatie van krachttrainen en andere dingen erbij. Want het is op een gegeven moment niet te maintainen om alleen je fysiek te hebben. Want op een gegeven moment zit je op een cap. Op een maximum. En dan wat? Snap je? Natuurlijk, het blijft gewoon gezond om lekker te blijven trainen, is goed voor je, enzovoort, maar... Laat godverdomme de telefoon vallen! Verder. Nee, niet ga verder, eerst excuus. Ja, ik ben helemaal aan mijn rant. Met klimmen, et cetera, dan heb je krachttraining nodig voor je jiu-jitsu en dat gaat inhoor... Jiu-jitsu. Gewoon 4 jaar samen, 5, 6 jaar samen, jiu-jitsu. Ik kan je er allemaal uitknippen. Punt dat ik wil maken. Voor de rant.
Ik raad het je niet aan om te beginnen met een cyclen als je het doet vanuit een oogpunt van ik wil groter worden. Want daar komt ook weer een maximum en dan moet je blijven doen. En de mensen gaan, die bodybuilders gaan allemaal dood als peren, zeg je dat? Is dat een goede uitspraak? Nee. Nederlandse cent? Dood als peren. Ze gaan dood als peren. Ik vind het van waar. Ze gaan dood als peren. Quote van mij nu. Jawel, is nou officieel een fucking uitspraak. Ja, dat is wel even mijn rent. Ik heb er niet iets aan toe te voegen. Dus volgende week Italië. Als ik dan een video daar maak, zal het waarschijnlijk weer eten zijn. Ook al zijn we wel van plan een paar dagen naar de gym te gaan. Het zit tussen Bari en Lecce. Voor de Italië-kennis, dat is in Puglia. Is de Puglia, is de provincie. Zuid-Italië, de hak van Italië. Als je de laatste zo hebt, is echt het zuiden. De reden dat mijn vader naar huis is, omdat het natuurlijk goedkoper is. Maar het is wel fucking mooi daar. Veel lokaal eten, dat soort dingen laten zien, gerechten laten zien. Hè? De Zuid-Italiaanse keuken, bulk. Komt helemaal goed. Dus dat komt ook wel. En daarna hoop ik weer ook wat video's met Ruben. Hebben ook niet deze slechte kwaliteit. Zeg je terwijl je naar mij wijst? Nou ja, je snapt het, hè? Je hoort het. Dat. Ik moet met dat video's. En dan moet ik weer een half uur, hè? Ruzie maken. In ieder geval, like de video. Peace.